Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Super Mario Land 2, de 6 Golden Goys, de race tegen Jordi van de Super Guys. Die langzaam zeker denkt van, komt deze serie ooit af? Ja? Yes. Nou, het is niet zo erg, maar het is wel zo van, oh ja, wacht even, je gaat heel snel dood. Ja, dat komt ook doordat de one-upjes ook niet echt van het grijpen liggen. Dat dus. De one-upjes, de power-ups. Niks ligt voor het grijpen, helaas. Nee. En de hitboxen zijn ook niet super. Nee, klopt. Wat een kutlevel is dat zeg. Nou, daar gaan mijn golden coins al. Ik weet al bij welk wereldje ik moet beginnen bij mijn volgende retry. Ja, weet je wat? Ik ga nu gewoon beginnen met squid level, want de squid zelf staat niks voor. Level er naartoe wel. Sowieso haat ik sidescrollers al in een game en al helemaal in deze game. Ik wil eigenlijk best wel die romhack die Harm had gestuurd van Sunshine, zou ik best wel graag een keer willen spelen. Alleen dan wil ik wel. Eclipse. Ja, alleen wil ik wel zeker weten dat die af is. Want ja, ik hou niet van romhacks spelen die niet af zijn. Ja, snap ik. Ik snap nu je gevoel van dat het level wel wat korter mag in de maanwereld. Ja. Snap je. Nou, eerst de golden coin is weer binnen. Jee. Ja, ik had er net twee, nu nog maar één. Ik ga nu mijn vijfde ophalen, hopelijk. Hoeveel coins heb je nu? Vier, ik ga als het goed is mijn vijfde zo ophalen. Nee, normale coins. Oh, 196. Dan zou ik zeggen, ga even naar die secret, naar die pijpen waar ik het net over had. Slim. Maar ik ben nu eerst nog in een level. Want ja, dat zorgt er soms gewoon voor dat jij tenminste niet doodgaat zometeen bij Wario. En we alle dingen zometeen opnieuw mogen doen. Ja. Want dat geef ik wel toe. Kijk, de game is hartstikke geinig, maar ik ben wel van mening van, het had op sommige punten wel even... Ja, maar het is gewoon nog een beetje hardcore, want dat was vroeger zo. Vroeger waren de dingen gewoon hardcore. Ik heb nu 5 munten. 5 nice. Golden coins. Ja, dat klopt wel dat vroeger dingen hardcore waren, maar dat betekent niet dat ik die hardcore per se hoef te waarderen. Nee, dat is waar. Net zoals dat ik ooit met jou de discussie had over, ja, zo wil ik wel unlocken voor 100%. Mm-hmm. Maar als er een andere optie is om wat sneller te laten maken, prima. Graag rustje gang. Ja, precies. Drie up alsjeblieft. Dat is 1 up. Oké.
Shit. Ja, dan kan je tenminste even gebruik maken van het casino. En ik denk dat dat op zich nu wel handig is voor je. Ja, zeker. Dat kan geen kwaad. Dan ga ik ondertussen even verder met de biggetjes. Welkom, welkom. Was dat een film of was dat daadwerkelijk alleen maar videomuziek? Want ik weet, sommige dingen weet ik niet meer. Volgens mij allebei. Het was zowel een film volgens mij als muziek. Ik weet ook nog wel dat er een periode was dat er alleen maar van die Barbie films waren. Ja, klopt. Ja, klopt. Dat is ook nog geweest, ja. Ja, shit, ik dacht dat ik over die dingen heen kan springen, maar dat kan dus niet. Zalavi. Oh, dit is die rat volgens mij. Ja. Sommige dingen mis ik wel van die tijd, maar sommige dingen ook helemaal niet meer. Zoals? Nou, gewoon normale cartoons die, waarvan je denkt van oké, dat is nog iets anders dan. Oh ja, maar het is exact dezelfde artstijl in 8 verschillende cartoons. Ik heb 6 golden coins. Hij heeft 6 golden coins, mensen. Maar ik weet wel dat Wario gebeuren heel lastig is. Nou ja, hoeveel coins heb jij? Normale coins heb jij? Ja, nu niet zoveel meer, want ik had net al wat levens gecharterd, zeg maar. Maar dat was niet helemaal gelukt. Ah, shit. Ik ga veel te rap door de stuk heen, waardoor ik net weer mijn power-up verlies. Nou, hier kan je niet eens levens halen, wat kut. Hoi! Maat, ik ging er zelfs op achteruit, want mijn power-up werd opeens een mushroom en dan ben je ook weer je power-up kwijt. Mwah. Ach, maak je niet al te veel zorgen, ik heb nog maar 1 golden coin, dus het duurt nog even voordat ik bij jou in de buurt ben. Ja, maar ik heb maar 2 levens. Dat is meer dan 1. Dat klopt. Daar is niks aan gelogen. Ik moet zeggen dat ik alleen me de final boss niet zo goed meer kan herinneren. Ik weet dat het Wario is, maar... Oh, flauw zeg. Geef me alsjeblieft de power-up, want ik ben nu zo ver in het level dat ik niet meer dood wil. Oh yeah. Oh yeah. Of geef me een checkpoint, dat mag ook. Zit de power-up? Zie! Ah, shit weer. Oh ja, dit stukje. Oeh, ik ging bijna dood. Nee, ik ga even wat levens proberen te scoren. Want ik heb er nog maar 0. Dat is niet wel. Die laatste big fuckt iedere keer met mij. De ene die zo hoog springt. Ja. Maar ik wil iedere keer eroverheen springen, maar ja, dat kan niet. Oh, er is zo'n stukje en ik herinner het meteen weer van vroeger. In dat Wario-level, wat super kut is. Ik herinner het meteen weer. Die goede oude tijd. Ja, echt niet. Ah, dat is kut. Ah, dat is het enige nadeel van dat casino. Als je een power-up hebt en je gaat dat ding gebruiken, heeft geen zin.
Dat is zo zonde van de tijd. Ook weer zo ongelooflijk dom van mij. Lijkt wel mij die Pokémon speelt. Ja, je hebt soms zure momenten. Ja. Echt, dat stukje is zo ongelooflijk kut. Mhm. Toch speedrunners van zijn dit super snel dit spel. Natuurlijk, maar die hebben de game ook binnen een half uur uitgespeeld. Waarschijnlijk. Ik gleed hoor. En nu ben ik game over. Al mijn coins zijn weg. Nee. Ja. Dat probleem ken ik. Ja, nu begin ik te twijfelen aan het design van de game. Ja, nu hè. Aan het einde. Ja. Ik denk van, die cirkelzagen gaan we een keer heen en weer. Nee, die gaan het hele parcours af. Oh, vermoeiend. Heel vermoeiend. Die big is niet zo heel moeilijk, maar als je eenmaal in een verkeerd tempo zit, dan gaat het mis. Mm-hmm. Nou, dat is niet echt wat ik zocht, maar weet je wat, fuck it. Nou ja, prima. Als ik doodgaat, zei zo. Fuck. Zo zonde, want je begint ook maar met 5 levens, hè? En hoe moet ik in godsnaam aan meer levens komen? Ja, dat casino. Ah, dit is zo zonde. Mm-hmm. Dat is het ook. Maar ja, dat maakt deze game ook zo pittig. Mm-hmm. Heb ik een power-up, denk ik, oké, ik spring even over de enemy heen, raak ik net de enemy met de achterkant van mijn schoenen. Zo jammer. Dus ja, dan gaan we power-up weer. Oh, oké, ik mag ze niet aanraken. Duidelijk. Nou, dan gaat mijn laatste coin weer. Klinkt goed. Klinkt inderdaad heel goed. Maar ik denk dat dit ook hetgene zal zijn waardoor wij nog lang met dit project gaan lopen. Ja, dat denk ik ook. Ik wil altijd meteen over die 2 cirkels aangespringen, maar dat kan gewoon niet. Ik mis gewoon even wel 1 of 2 power-ups. Mm-hmm.
Het is ook niet zoals bij die nieuwere games dat je power-ups kan opslaan, zeg maar. Nee, klopt. Als dat zo was, dan zouden sommige stukken zoveel makkelijker zijn. Maar zit er niet in. Ik heb letterlijk even één power-up nodig voor die laatste, dan lukt die laatste wel. Maar ja, die biggen nakt me gewoon. Dat doen biggen. Nou, normaliter ligt ze alleen maar in de modder, voor de rest heb je er geen kind aan. Dat is waar. Oké, dan ben ik eigenlijk de cirkelzaag door. Geen power verloren, knal ik net voor het einde nog even tegen de Goomba aan. Ja, maar ik merk ook dat dit een oude game is, wat in de nieuwere games. En dat is een heel klein detail. Ja. Zouden de invincibility frames van de enemy nog triggeren? Dan gaan hun nog verder met hun animatie, maar dan zijn hun invincibility frames nog actief. Oké. Invincibility. Ik snap niet helemaal mooi hoe je het bedoelt. Als je een enemy raakt, dan zijn ze heel even zwart en blauw, hè? Dat snap ik, ja. Maar als jij blijft hangen in de lucht, omdat jij nog een jump aan het doen was, ja, en hun invincibility frames zijn voorbij, dan registreert de game het als een hit. In de wat modernere games zou ze dat dan niet meer registreren als een hit. Zou ze zeggen van ja, sorry, invincibility frames lopen nog. Dus ook al bleef je dan nog even in de lucht hangen. Ja, precies. Jij zou geen hit tekenen. Ah, I got it. En dat is hetgene wat mij iedere keer nakt met die biggen. Want eroverheen springen, dat is vaak niet eens het probleem. Maar omdat ik blijf hangen en niet meteen wegspring, krijgen hun het voor elkaar om mij nog even een laatste hit uit te delen. Vind jij het oké dat ik na deze aflevering even dan moet ik een telefoontje plegen, dus dat dit de laatste is voor vanavond? Dan heb ik nog een klein voorstel als je naar het telefoontje is, maar dat vertel ik zo meteen wel na de recording. Dat is goed. Over deze serie of? Nee, over iets anders. Over iets anders, oké. En dat is heel kort. Oh, dat is prima. Nou, ik heb 0 levens, maar ik heb wel 250 coins. Dan ga ik meteen even kijken waar die 200 is. Kan je nog veel levens krijgen, want dan moeten we daarvoor gaan. Dat is alleen maar one, dat zijn alleen maar ups. Oeh, die is dus interessant. Met de beste up 20 ups. Wat? Ah, dat is dus de tactiek. Waarschijnlijk. Zoveel. En weet je wat je dan het beste kan doen, Jordi? Je kan het beste die star level doen, want dan kan je heel veel coins pakken. Mm-hmm. Oké, ik heb die star-eindbos nu wel door. Ja, hij stelt eigenlijk niks voor als je hem helemaal door hebt, hè?
Even kijken. Deze nog maar even. Hoeveel ups had je gekregen? 3. Dat is niet veel. Nee, maar kijk, je kan er 20 krijgen, je kan er 5 krijgen, maar ja, ik kreeg er maar 3, dus ja. Mm-hmm. Balen! Maar ja, als je makkelijk aan de 200 coins kan komen, dan kan je op zich nog makkelijk wel aan dat spul komen. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van farmen dan. Eigenlijk is het een kwestie van het farmen van coins, ja. Ja. Het is gewoon een paar levels, gewoon een paar keer opnieuw doet, zeg maar. Waar veel coins in zitten, dan... eindelijk weer de big gehaald. Eerste golden coin is eindelijk weer binnen. Nice. Goed bezig. Dank. Nou, ga ik meteen even... Die 50 coins die ik nu heb even inwisselen voor mogelijk een power-upje of een iets anders nuttigs. En dan ga ik weer de squid doen. Yes. Nee, ik pas hem toch even aan. Ik heb zo'n flying ding gekregen, zo'n vlieghoed. Dus dan doe ik de vogel eerst even. Ja. Want die is heel erg makkelijk met die vlieghoed. Wat voor een hitbox? Ik werd gewoon genaaid. Dat noemen we een hit ovaal. Ja. Als in, oh, gevaar. Ja. Yeah. Maar goed, derde coin is binnen. Mm-hmm. Je zou bijna zeggen dat we nog goed worden in deze game. Maar ik zal je vast waarschuwen. Over welke we hebben we het? Wij. Jij ook. Jij nee, ook. Ik ben niet verhoogd gekomen dan 2 golden coins iedere keer. Dus ik weet niet... Oké, never mind. Ik word dan nog goed in de game. Ja. Oeh, 20 upje. Dat is 1.